Door mijn werk bij SDOK heb ik al vele jaren het voorrecht om wereldwijd vervolgde christenen te ontmoeten. Ik moet eerlijk bekennen dat ik tijdens mijn eerste reizen nog wel eens op pad ging vanuit het idee dat ik vooral voor hen iets kon betekenen. Wij kunnen hen helpen met praktische dingen, hun verhalen hier in Nederland vertellen. Maar al heel snel kwam ik erachter dat ik daarheen toe ging om vooral heel veel te ontvangen aan geestelijke lessen. Praktische lessen over het navolgen van Jezus. Bijbelse lessen over bijvoorbeeld volhouden in moeilijke omstandigheden. De kracht krijgen om te vergeven. Ja, vervolgde broers en zussen hebben ons nodig. Onze hulp en ons gebed. Maar wij kunnen ook absoluut niet zonder hen. Hun getuigenissen kunnen jou en mij helpen om Jezus te volgen. Ze laten me telkens opnieuw in de spiegel kijken. Heel vaak hoor ik erg verdrietige verhalen, en tegelijkertijd ga ik meestal bemoedigd weg na een ontmoeting. Als ik met een broeder of zuster bid, worden wij er allebei door gesterkt, en dat geeft ook blijdschap. Vandaag wil ik vanuit de Bijbel met je nadenken over de zegen die er ligt in de gemeenschap met vervolgde christenen, zowel voor hen als ook voor jou en mij. We openen de Bijbel vandaag bij de Filipensbrief. Een brief die Paulus vanuit de gevangenis heeft geschreven. Filippi is de eerste gemeente die Paulus heeft gesticht, en hij heeft daardoor een bijzondere band met de broeders en zusters daar. In de brief geeft hij de gemeente instructies om standvastig te blijven in het geloof, nu Paulus zelf afwezig is. Wat me bij het lezen van deze brief opvalt, is vooral de blijmoedige houding die de apostel uitstraalt. Iets wat je eigenlijk niet zo zou verwachten voor iemand die onder beroerde omstandigheden in de gevangenis zit. Paulus zegt in vers 3 tot en met 5: Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag tot nu toe. Als ik deze teksten even op me laat inwerken. Vind ik het wel heel bijzonder wat hij hier zegt. Paulus heeft het over danken en blijdschap. Dat zijn toch eerlijk gezegd niet de eerste woorden waar je aan denkt als je een brief krijgt van iemand die onschuldig in de gevangenis zit. Je kunt je voorstellen dat je eerst vertelt hoe zwaar het is in zo'n donkere cel. Helemaal alleen, slecht eten. Kun je je voorstellen dat je je de hoop uitspreekt om snel vrij te kunnen komen? Maar dat is niet wat Paulus zegt. Hij dankt God in elk gebed met blijdschap. Waar komt die blijdschap nou vandaan? Zijn omstandigheden zijn daar zeker geen aanleiding toe. Paulus geeft zelf het antwoord: Hij heeft blijdschap vanwege de gemeenschap van de Filippenzen aan het Evangelie. De wetenschap dat hij Paulus geestelijk verbonden is met de broers en zussen buiten de gevangenis. Dat maakt hem blij. Het besef dat hij je niet alleen voorstaat. Dat er broeders en zusters om hem heen staan die voor hem bidden. Dat geeft kracht. Dat geeft vreugde. De blijdschap waar Paulus het over heeft, is gefundeerd in de liefde van Jezus. En die liefde straalt ook af in de liefde voor elkaar. Dan kan het zomaar zijn dat je blijdschap en vrede ervaart. terwijl dit gezien de omstandigheden totaal irreëel is. Dat is ook een mysterie waar je met je verstand niet bij kunt. Maar toch is het waar. De blijdschap waar Paulus hierover spreekt. is ook niet zomaar vreugde. Dat is een blijdschap die door Paulus in Galaten 5 de vrucht van de geest wordt genoemd. Ja, dat is een totaal andere blijdschap die je ervaart vanwege een leuke vakantie. of een nieuwe auto die je net hebt gekocht. Dat is een blijdschap die God. door zijn Heilige Geest in je werkt en die echt alles overstijgt. Het is een blijdschap die ervoor zorgt dat je blij kunt zijn, hoewel je omstandigheden het tegenovergestelde laten zien. De gemeente van Filippi voelde zich betrokken op Paulus en hij op hen. Ze baden voor elkaar. En dat gebed gaf vreugde, vreugde in de verbondenheid met Jezus. Die bovennatuurlijke blijdschap en vreugde waar Paulus het hier over heeft heb ik al zo vaak ervaren tijdens mijn ontmoetingen met vervolgde christenen. Een paar maanden geleden sprak ik met Pieter Jasek. Hij zat 14 maanden gevangen in Soudaan vanwege hulp aan vervolgde christenen. Hij zat daar vast in een cel met IS-strijders die hem uitscholden en zwaar martelden. Hij vertelde me dat hij ondanks de bedreigende situatie in zijn cel, s'avonds om 9 uur altijd rustig in slaap viel met al die gevaarlijke IS-strijders om hem heen. Hij vond het bijzonder en kon het zelf eigenlijk niet goed verklaren waarom dat hij telkens toch zo rustig in slaap viel. Na zijn vrijlating hoorde hij dat in zijn gemeente in Tsjechië waar hij woonde, elke dag broeders en zusters rond het tijdstip dat Pieter naar bed ging, baden voor een goede slaap. God gebruikte het gebed van medebroers en zussen die duizenden kilometers verderop woonden in Europa om Pieter een goede slaap te geven. Het is de gemeenschap in Jezus waar Paulus het over heeft in de Filippense brief. God wil jou en mijn gebed gebruiken om een ander te bemoedigen, om een medebroeder of zuster blijdschap en vrede te laten ervaren in Christus Jezus. Vandaar ook de aansporing om dagelijks te bidden voor broeders en zusters die lijden vanwege de naam van Jezus. Als ik vervolg de broeders en zusters spreek, dan vertel ik hen ook altijd dat er duizenden christenen in Nederland zijn die voor ze bidden. En ik zie dan altijd dat ze daardoor enorm bemoedigd zijn, dat het hen kracht geeft. Peter Jacek vertelde mij dat zijn eigen gebedsleven na zijn gevangenschap ook echt veranderd is, dat hij meer bewust en vasthoudend voor anderen bidt, omdat hij zelf de waarde daarvan heeft ervaren. We hebben gehoord dat christelijke broederschap verankerd is in de gezamenlijke liefde van en voor Jezus. Dat geeft verbondenheid aan elkaar. Dat gebed wil God gebruiken om je medebroeder of zuster blijdschap in hem te laten ervaren en vrede. Dat hebben Paulus en Pieter ervaren en andere vervolgde christenen in de loop van de geschiedenis. Er is echter nog een tweede zegen in de broederschap met vervolgde christenen. We hoorden net dat Paulus, maar ook broeders en zusters die vandaag vervolgd worden vanwege hun geloof, blijdschap en moed ervaren in de wetenschap dat er mede christenen in vrijheid voor hen bidden. Maar er ligt nog een tweede zegen in de gemeenschap met vervolgde christenen: God wil jou en mijn geloof opbouwen door hun geloofsgetuigenis. We hoorden net van Paulus: hij zat helemaal alleen gevangen in een eenzame cel in Rome. Zomaar zouden vragen naar boven kunnen komen. Had God niet kunnen voorkomen dat Paulus achter de tralies belandde? Hoeveel werk had Paulus niet kunnen verzetten in de tijd dat hij nu vastzit? Hoeveel gemeente had hij niet kunnen bezoeken? Nu zit hij daar nutteloos. Toch kijkt God daar heel anders naar. Paulus zit helemaal niet nutteloos in de gevangenis. Laten we luisteren naar wat Paulus daar zelf over zegt in Filippenzen 1 vers 12. Hij zegt: en ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend, zodat ik in het hele gerechtsgebouw en in alle overheden bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dan vervolgt hij, en daar wil ik nu de vinger bij leggen vandaag, en dat het merendeel van de broeders in de Heren door mijn gevangenschap. Vertrouwen heeft gekregen om het woord van God nog overvloediger en onbevreesd te durven spreken. In mijn Bijbel staat er boven de pericoop waarin deze versen staan: de vrucht van Paulus' gevangenschap. Nee, de gevangenschap van Paulus is niet nutteloos. De gevangenschap van Paulus heeft ervoor gezorgd dat Paulus het evangelie kon delen op plekken waar hij anders niet kon komen, voor de rechtbank waar hij het evangelie deelde met mensen in hoge posities. Denk aan hoe Paulus vrijmoedig het evangelie verkondigde aan stadhouder Festus en koning Agrippa. Als Paulus niet gevangen had gezeten, had hij nooit het evangelie met hen kunnen delen. Maar dat is niet de enige zegen van Paulus' gevangenschap. Hij zegt ook dat het merendeel van de broeders in de heren door zijn gevangenschap... Meer vertrouwen heeft gekregen om zonder angst het evangelie te delen. Je moet je realiseren dat er in Filippi veel christenen best wel bang waren. Hun leider Paulus had gevangen en ze vroegen zich af ja, wat staat hen te wachten en misschien ja, zijn zij wel de volgende die vast komen te zitten. De volharding van Paulus gaf hen nieuwe moed om niet op te geven maar om het evangelie zonder angst te delen. Het laat zien hoe God vervolging wil gebruiken ter bemoediging van broeders en zusters in vrijheid. Dat God het gebruikt om hen op te bouwen in het geloof. En dat geldt niet alleen voor de broeders en zusters daar in Filippi, maar ook voor jou en voor mij. De verhalen van vervolgde christenen sporen mij aan om vrijmoedig te getuigen tegenover mensen die op mijn pad komen. Laten we eerlijk zijn, een vrijmoedige getuigen kan ook voor ons best lastig zijn. We leven in een cultuur waarin geloven prima is, zolang het maar achter de voordeur blijft, zolang je er maar een ander niet mee lastigvalt en zolang je maar niet pretendeert dat jij de enige waarheid verkondigt. En laten we eerlijk zijn. Voor veel Nederlanders is het christelijk geloof best een vreemd verhaal. Dat je gelooft in een God die mens geworden is. Iemand die 2000 jaar geleden gestorven is en opgestaan uit de dood. Ja, dat klinkt toch als een raar verhaal. Het kan best wat moed vergen om ook in Nederland te getuigen. en voor de waarheid van Gods woord te blijven staan. Ja, voor je het weet sta je op één lijn met mensen die in kabouters geloven. Net als Paulus sporen vervolgde christenen van vandaag mij aan. Om je niet door uit het veld te laten slaan. Tijdens een van mijn reizen ontmoette ik broeder Swami. Hij woont in een gebied met fundamentalistische Hindoes in India. En zij vinden dat als je Indiër bent, je Hindoe hoort te zijn. Voor christenen is er geen plaats. Evangeliseren is voor hen uit de boze. Broeder Swami had echter een groot verlangen om het Evangelie met de mensen in zijn dorp te delen. Hij maakte met zichzelf de afspraak elke week 50 Bijbels uit te delen in zijn omgeving. En God zegende het enorm. Veel dorpsgenoten wilden een Bijbel hebben en veel Hindoes kwamen tot geloof. Toen Swami zag hoe goed het ging, dacht hij bij zichzelf: Nou, ik kan wel meer Bijbels verspreiden. En hij verhoogde zijn eigen target van 50 naar 100 Bijbels per week. Nou, die Hindoe-extremisten zagen dat met lege ogen aan en het maakte hen woedend. En op een dag sloegen ze Swami in elkaar. Met een metalen staaf sloegen ze op zijn hoofd, op zijn benen, zijn hele lichaam. En hij werd zo zwaar toegetakeld dat hij er een dwarslesie aan heeft overgehouden. Hij moet nu de rest van zijn leven in een rolstoel voortbewegen. Ook kan hij niet meer spreken vanwege een hersenbeschadiging die hij heeft opgelopen. Het raakte me diep toen ik het verhaal hoorde van zijn vrouw die naast hem zat... En me vertelde wat er gebeurd was. Wat me ook bijzonder trof, was de stralende lach op zijn gezicht. En ik dacht bij mezelf: hoe is het nou mogelijk na alles wat je hebt meegemaakt, dat je nog zo'n stralende lach op je gezicht kan toveren? En toen realiseerde ik me: wat heeft deze broeder een prijs betaald voor het delen van het evangelie. Ik hoef niet bang te zijn dat me dit in Nederland zal gebeuren. Tegelijkertijd kan ik soms best nog wel eens schroom ervaren om het evangelie met mensen te delen die Jezus nog niet kennen. Het was een spiegel voor mij en tegelijkertijd ook een bemoediging en aansporing om in mijn eigen omgeving in Nederland vrijmoedig het evangelie te delen met mensen die Jezus nog niet kennen. Zoals Paulus de gemeente van Filippi aanspoorde om vrijmoediger het evangelie te verkondigen, zo spoorde broeder Swami mij aan. Om hetzelfde te doen op mijn plek. Zo wordt ook jij door Paulus en broeder Swami aangespoord om vrijmoedig het evangelie door te geven. God wil de gemeenschap met vervolgde broers en zussen gebruiken om jou te bemoedigen en aan te sporen. Ik hoop en bid dat de boodschap die ik vandaag met je mocht delen ervoor zorgt dat je nog meer betrokken raakt op onze vervolgde broers en zussen. Dat je voor hen bidt. God wil er hen, maar ook jou en mij. Rijk mee zegenen.